Muziek, veel bier en modder en vooral een hoop onzin. Dat zijn de ingrediënten voor een potje kwallenballen in Dommelen. Afgelopen zondag werd het jaarlijkse modderrugbytoernooi voor de 18e keer gehouden. Kwallenballen wordt gespeeld op maïsvelden van 16 bij 32 meter die door een tractor onder water zijn gezet. Hierdoor ontstaat een zwaar soppende moddermat. De spelregels zijn simpel, wie het meest scoort, die wint. En scoren doe je door de doorweekte jute zandzak in de waterbak van de tegenstander te dumpen. Of door met zakken al in de bak te springen, te vallen, te glijden of te struikelen. Meneer, ik ben bekend dood, man. Nee, ik drink niet. Dus. Nou ja, de potentie is er. We zijn gewoon een kampioensteam. De wil is er ook, zeker. De drijfveren zijn aanwezig. Alleen de conditie, die missen we nog. Ja, dat was eigenlijk helemaal niet voorbereid. Nee, dat is van vorig jaar. Ja, kans zijn vrij groot dat we gaan winnen, want we hebben 13 man en we zitten maar met 6 man per spel. Dus we hebben zat wissels.